zit volgeboekt. Maar misschien moet ik er toch maar eens over na denken om vooraf al een plekje te gaan reserveren. Het is vrijdag en mijn hele woonkamer is overgenomen door speelgoed en alles. Dus ik ben alles aan het opruimen. Sarah die is naar een zolder verkast. Daar heeft ze nu alle Barbies zo staan. Dus die is nu daar aan het spelen. Dus ik denk, nou, dan ga ik in ieder geval de kamer normaal maken, enigszins. Maar ze heeft zo heel schattig. Oh, wat is mijn lensvie, zie ik echt. Wacht even hoor. Ze had heel schattig het setje weer gepakt. Maar ja, die staat dus nu midden in de woonkamer. Maar goed, we blijven lachen. Alles aan kant geschoven. Ik heb de Slam Weekend Mix opgezet. Kamergestel staat, dus ik ga nu even dweilen. Dat kan mijn vloer ook alweer gebruiken. Maar echt met dat natte weer elke keer. En dan weer zon en alles in en uitlopen. Ik hou het niet bij, heel die vloer. Echt verschrikkelijk. Gedaan. Ik heb nu bankarrest en ik heb noedels voor mezelf gemaakt. Daar heb ik wat te doen. Dus ik kijk heel even tv tot mijn vloer droog is. Sarah is op zolder trouwens aan het spelen. Die had net ervoor gegeten en gedronken en dan kan ze gewoon lekker vrij spelen. Heeft ze hier geen last van. En dan kan ze ook gewoon normaal naar de wc lopen. Dus ik ga Classic van de serie kijken. Want ik heb hem nog niet af en ik vind hem echt leuk. Om gewoon, zo even tussendoor te kijken. Ik moet zo boodschappen doen, maar dat ben ik echt aan het uitstellen. Want ik krijg steeds meer hekel aan boodschappen doen nu. Maar ja, ook als je wil bestellen, dat werkt nu niet echt. Alles zit volgeboekt. Maar misschien moet ik er toch maar eens over na denken om vooraf al een plekje te gaan reserveren. Boodschappen dan weer. Zo. Oh, weer niet hoor. Boodschappen doen weer overleefd. En echt, we willen net naar de auto. Rijdt hier echt op de parkeerplaats eentje zo hard over. Die denkt dat het een racebaan is. Lijkt wel een racebaan. Ja, echt. En denk, loop hier met mijn kind. Moet haar op het laatste moment opzij trekken. Mensen worden steeds asocialer. Vorige keer had ik hier natuurlijk ook al een aanrijding. Omdat gewoon iemand niet kijkt en gewoon rijdt. Daar kan ik heel slecht tegen. Maar sowieso echt. Ik heb ook echt mijn dag niet. Ik het gevoel dat ik niet echt wakker word of zo. Ik weet niet wat het is. Zo'n zwaar gevoel aan je ogen blijven houden. En het gevoel dat ze gewoon niet wakker worden. Nou, iedereen verder zo'n dag. Wat doe jij nou weer? Die rijdt spook. Top het verkeer vandaag, echt. En nu lekker tijd voor pizza. Dat is mijn pizza. Sarah ligt ondertussen veel bed, dus ik heb weer ravage dienst. Echt, overal is altijd heel goed. En zo ruim tussendoor trekken we er wel heel goed op, maar oh, mijn huis ontploft er echt van, weet je, echt overal. Ik vind het ook heel fijn als het dan weer allemaal opgeruimd is, dat geeft dan toch weer rust. Dus weer alles in de kist, maar ze had me zo gevraagd of ik wel alsjeblieft het tafeltje en het stoeltje laat staan, dus die laat ik dan maar staan. En wacht, deze kan ik niet inklappen. Eén hand, sterker nog. Ik heb er soms al moeite mee met
twee handen, maar deze doe ik ook wat plat maken in de kist. Want anders staat zo'n ding de hele tijd in de weg zo. Oepskee. Ik had zo'n beker water gedaan, want ze ging op zolder spelen. En ik had geen zin dat het eventueel allemaal op zolder zou vallen. Dus toen dacht ik, dan geef ik een bidon mee. Met een bidon weet je het in ieder geval zeker. Tijd voor een film. Ik ben Bad Boys aan het kijken, de eerste. Kijk hoe jong ze daar nog zijn. Echt zo grappig. Echt. Zo'n verschil met nu. Ik heb deze film ook echt heel lang niet meer gezien. Zo lang geleden. Dus, en ik heb pas een recente film met Will Smith gezien. En dan zie je echt zo het verschil tussen zo'n broekje hier. En ik heb ook lekker druifjes gemaakt. In ieder geval, schoongemaakt. En het is weer tijd om te gaan slapen. Daar wordt het trouwens echt saai, maar goed. Hi! Ben je er weer? Zomaar in beeld. Jij durft. Ga je meehelpen de vlog afsluiten? Zeggen we. Ik wil even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Hier, kijk. Hier. En tot morgen. Doei doei.